Oké, Chris, dit is je eerste keer Beanboozle Challenge. Let's yes, go! Let's go! Vergeet niet te liken deze video, want we doen altijd voor te gaan naar die challenge. Ja, we gaan altijd voor van die challenges doen. Dat is helemaal nieuw natuurlijk. Niemand doet het dan namelijk. Doe een duimpje omhoog, vergeet het niet. Duimpjes! Hier, de Beanboozle Challenge. Met een ras van Fortuin. En we draaien en dan krijgen we dus iets te zien. Dit is de eerste fish. Namelijk, of de skunk spray, of de motherfucking drop. Ja, en die is fucking lekker! Fucking lekker, de skunk spray! Of de drop! Wat betekent skunk? Dat betekent, hoe heet dat ook weer? Wat een skunk ook Hoe heet dat in het Engels? Een hulplijn! Een stinkdier! Een stinkdier! Oké, okay, nou, neem maar een andere, yay! Je mag een zwarte nemen! Nee, je mag een wit ook toch? Nee, een zwarte! Ja! Nee, zo, okay. Nee! Je hebt hem net! Godverdomme! Ja, die is lekker! Die is echt lekker! Nee, ik denk geen drop hoor. Is hij lekker, oh, ik Chris? Oh man, het stinkt! Spray. Is hij lekker, Chris? Ik weet nog even wat ik het uit. Dit stinkt, oh mijn god, het stinkt echt. Het stinkt echt fucking erg. Oh. Dude. Wat vind je van de smaak? Als je dit wegkrijgt. Wat, ben je dan pro? Dan ben je MLG. Hij stinkt serieus wel echt. Dan ben je MLG. Dit stinkt echt, maar ik ruik het hier man. Dat is niet normaal. Ik ook. Vind je hem niet vies? Nou, nee! Nou, niet zo dat ik er een pakje ga toch mee. Nou, je neemt nog een paar. Ja, hier, kom op, er ligt nog genoeg. Nou. Oké, nou, nu ben ik. Holy shit, hoe krijg je die weg, man? Je bent gek, joh. Okay. Ja, ja, zo zwart. De snot of de... Nee, ik moest voor jou draaien. Oh ja, oké. Nee, niet zwart, niet zwart. Oh, wat ook rood. Rood. Maar of een rot ei. Oh, verrot ei. Nee, die was juist zo vies. Nee. Nee, die valt wel mee toch? Nee, die vond ik echt heel erg. Die vond ik echt heel erg. Oh, die heb je uitgespuugd? Ja, die heb ik uitgespuugd. Dat was de enige die ik uitspuugde. Die heb ik opgegeten, maar die ei is echt heel erg. Oké. Okay. Het is popcorn of ei. Volgens mij vind je die niet lekker, Chris. Net geen popcorn. Hij is hem weg! Ja, hij is echt vies. Ja, het is echt heel vies. Kijk de ogen! Kijk de ogen! Hij traande, hij huilt bijna. Like if you cry every time. Doe nog een ronde? Oké. Nee. Hij neemt maar geen ene. Duimpje omhoog als we nog een ronde moeten doen. Ja, ja, nog een ronde. Ja, ja. Waar hou je me bij je man? Ja, nog één keer. Oké. Mag niet dezelfde zijn, hè? Mag niet dezelfde zijn. En hij gaat of kots of peach. Yay! Je mag deze nemen. Allebei fucking fantastisch. Nee, oh, nee, nee. Nee, de oranje. Dus of kots of kots. Peach. Ja. Welke heeft die? Welke heb je? Je slikt hem ook in één keer weg, joh. Je moet erop kouwen. Nee, jongen, ik ben nog aan het kouwen. Oh, oké, je bent nog aan het kouwen, oké. Okay. Welke jij hebt wel kots? Ja, is het lekker? Zo proeft het dus als je kots. Ja, smaakt wel. Ja, maar dit is echt serieus. Die fucking Beanboozle Challenge is identiek aan hoe dingen smaken gewoon. Oh, het ruikt ook een beetje. Ik vind het zo... Oh man, ik ben zitten kotsen, jongen! Echt serieus, maar ik vind het wel knap hoe ze dat doen in zo'n fucking snoepje, toch? Ja, het is gewoon geur, denk ik. Een zieke geest doet dat. Dat is echt een zieke geest. Die zit gewoon zelf te kotsen. Ja, die zit gewoon, dit zijn gewoon Aziaten die betaald worden om te kotsen in die bakjes. Oké, dit wou ik misschien tegen. Oké, dat is information. Nee, maar het is wel overdreven, er zijn ook YouTubers die hier gewoon echt van kotsen, dat slaat op. Ja, dat is gewoon fake, ja, YouTube maar gamen. Dat doet toch ook niet, want die hadden niet. Nee, ik moet wel hierna een slokje water nemen. Ja, dat wel. Die nasmaak is kut, hè? Ja. Blauw. Blauw. Oh, dat volgens mij valt is die mee. Best wel chill, toch? Tutti Frutti of Stinky Socks? Oh ja, maar die, volgens mij waren die best wel lekker. Oké, okay, nou dan neem ik een... Oh, maar wacht, hebben we die blauw nog? Nee, oh, dat is die. Nou, ik neem wel een witte. Nee, wacht. Nou, ik vind dat je die zwarte moet nemen eigenlijk. Nee, dag. Nou ja, eigenlijk wel, toch? Chris, jij bent het ermee. Doen we nog een keer. En het is geworden de... Oh, rot ei, hetzelfde. Kan niet. Die is op. En nu? Ja, het is... Ja... Of kots. De kots, of de... Hetzelfde als ik.
Nee. Tutti Frutti Kots of... Ja, de Tutti Frutti Kots, ja. Nee, Peach of Kots. Ja, Peach of Kots. Oké, oké. Ja. Yes, ik heb gewoon... Oké. En volgens mij moet je nog een hete peper doen, Chris, want je hebt verloren. Ja, dat maak ik er nu bij. Dat verzin ik er nu bij. Zijn ze er niet meer? Nee, ik heb er allemaal op gegeten. Echt waar, heb je ze allemaal opgegeten? Wij hadden een challenge gemaakt van dat we een rode piep peper moesten eten. Ja, en hij heeft het gewoon opgegeten in één keer. Ja. Maar alles? Ik eet ze gewoon op. Want we hadden nog over, toch? Oh ja, maar je hebt wel opgegeten. Die hebben allemaal opgevreten. Ja, hij heeft ze allemaal opgevreten. Nou, nodig je een fucking Chris in je huis, vreet hij al je fucking pepers op. Ja. Ik wilde nog chili maken, man. Chili con carne, maar dat kan nu niet meer. Ja, een pepertje kost niks. Maar ja, film dan zelf maar, doei. Al mijn pepers opgegeten, dat is toch ongelofelijk? Ja, man. Maar ja, sorry. Jongen, joh.